Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Cagelock. Met Sander. Welke Inazuma 11-karakter doe ik na? In de comments. Graag foute antwoorden. Zijn niet toegestaan. Oké. Okay. Nu ben ik wel erg benieuwd of ze het goed hebben. Sowieso. Nando heeft het sowieso goed. Ik weet alleen niet of je het op cam goed kon zien. Desnoods. Doe ik het nog een keer. Zo. Welk Inazuma 11 dan deed ik aan? Great Ball? You love? I like Great Balls. Yeah. Ja. Ja. Nee, daar kom ik nooit meer vanaf. Yo, je wordt van T naar de topfloor gebracht. Maar president, ja, dat snap ik. Oh, snap ik hoef niet eens zelf te bewegen, joh. Moet jij wel zelf bewegen? Jij bent er nog niet. Ja. Ik kan mijn OBS ervoor staan, dus ik zag jou helemaal niet, joh. Yo, is dat Steven Stone? Nee, dat is niet Steven Stone. Dat is Stefan Steen. Is dat niet Steven Stone? Jawel. Oh nee, dat is niet Steven Stone. Nee, dat is Devin. Devin Stone. Nee. Ik weet niet, dat is de meneer, dat is de president. Oh, I like Great Balls. Jij ook al. Ik ook al, ja. Oh, ik moet wel helemaal naar beneden lopen. Maar nah, kunnen ze dat niet eens voor ons regelen? Nee. Waarom is zelfs deze ruimte uitlopen lastig? Maar is wel maar één floor, oké. Okay. Nee, geen battle. Geen battle, zei ik. Hé, dat werkte. Ik denk niet dat echt werkt hoor, maar... In Emerald is hier wel een battle waar je nu langs gaat. Daar. Floep. Ah, dan ben ik daarmee in de war. Ik dacht dus ook echt dat er mee battle ergens was. Maar... Mm-hmm. Hey, nu sta ik weer een keer voor. Ik stond ook best wel lang voor toen jij... Ja, jij hebt bijna al. Nou ja, dat kon het gewoon omdat jij weinig encounters had. Anders stond jij sowieso voor. Dus ik snap niks van de gaming. Hoezo snap je? Je hebt toch wel vaker Gen 3 gespeeld? Jawel, Gen 3 wel, maar Gen 6 in de Gen 3 remake niet. Zeg maar. Als ik een favoriete Pokémon game moet uitkiezen, zou dat deze zijn. Deze? Specifiek? Ja. Nou ja, gewoon Omega Ruby en Alpha Sapphire. Ja, ja, nou dat bedoel ik met deze specifiek inderdaad, de remakes. Al had een remake van Emerald nog vetter geweest. Die van mij is Brilliant Diamond en Shining Pearl. Nee, dat was wel grappig. Said no one ever. Ja, said no one ever. Dat was inderdaad wel een beetje waar ik op ging. Moet je nou eerst altijd Steven Stone doen of juist niet? Weet jij dat? Ja, voor de gym, ja. Voor de gym? Volgens mij wel, toch of niet? Nu ben ik helemaal in de warming. Gaat proberen zo meteen, zou ik zeggen. Nee, het werkt niet. Dan ga ik eerst deze doen. Misschien is dat ook veel slimmer dat we wachten totdat we surf hebben en dan naar die dingen gaan in plaats van... Oh, dat is op zich best wel een idee. Ja, ideetje. Toch? Ja, maar dan kun je wel sweet sand doen, toch? Ja. Ja, dat is prima. I find it prima. Dat is fijn. Ik vind het net als die ene markt. Prima markt. Oeh, Axew? Oh nee, dat is niet heel erg. Axew voel ik wel. Zubat voel ik eventueel ook wel hoor. Zubat alleen niet. Nee, wel sidekick. Dat is waar. Dat is wel een sidekick, ja. Oh, je zei psychic. Oh, dat verstond ik niet. Nee, ik zei spykick. Oh, je zei het op zijn paddies. Ah nee, dat verstond ik niet. Daardoor verstond ik sidekick. Oeh, okay. Magneta is ook okay. Nice. Ik ben voor alle in. Ik weet de shinies natuurlijk niet, maar in principe ben ik voor ze alle in. Julie trouwens ook, lijkt me ook vet. Dat ik heb alleen niet zoveel met Dwebble, maar het is wel de lasagne crap. Misschien wordt het wel echt lasagne kleur in deze
Oh, jij bent daar. Ik denk, jij bent inmiddels al wel wat verder. Maar... Nee, ik was een trainer vergeten te vechten. Ja, ik denk die trainer is one hit KO, alles, kaboom, blaats, klets, kabam, zeg maar. Nee, dat viel wel een beetje te. Maar dat was niet zo rooskleurig als dat het eruit zag. Als ik nou hem eventjes voorop zit, dan kan ik gewoon aanspannen. Bijna. Weet je wat ik vroeger leuk vond? Om dan tussen, tussen hem en Pico te staan en dat Pico dan hem van achter pakt in plaats van andersom. Wow. Dat vond ik grappig als kind. Dus nu nog twee. Ja. Hangt van je definitie van kind af, hè? Ik blijf altijd een kind van mijn moeder. Dus. Wow. You know, you know. Oeh, het is dat het een Chespin is, maar anders had ik die wel cool gevonden. Nee, ik vind Chespin op zich wel oké, hoor. De haat op Chespin is niet terecht. De haat op Quilladin en Chessydin of zo. Chestnut. Die zijn wel terecht. Chestnut vind ik ook nog wel oké, maar die Quilladin is gewoon fucking lelijk. Nee, ook Chessynut is fucking lelijk. Ik zou wel vet vinden als wij een Delta Shiny krijgen. Ja, dat zou wel goed zijn. Dat zou ik wel voelen. Zoals die Meganium. Of Bayleaf bedoel ik. Had jij ook die Bayleaf of had ik alleen die Bayleaf? In Harmony. Oh, die hadden volgens mij allebei. Dat was een Steel Bayleaf, toch? Ja, dat was een Steel one. Ja, Mr. Steel your girl. Zet is er no hier one geen Mart? Jawel, toch? Of is er geen Mart hier? Nee. Dus Dewford met de reden. Forgetting. Oh, ik heb nog 6 Honey. Dit is waarom Dewford mij altijd een beetje doet denken aan... Cyanwood. Die heeft ook geen Oh! Yes! Lekkering. Nee, maar die heeft ook geen markt. En... Shit. En ook aan de kust. Staan op volgorde, hè? Volgens mij wel. Ja. Eerst die Geodude wegwerk. Oh ja, die Sturdy. Ik had eerst die Dwebble weg moeten werken. Oké, dit doet het weer strong. Dwebble. Wat ik nu kan doen is Bubble. Alleen ik weet niet of Bubble killt. Bubble is wel slecht. Zou Bubble killen, denk je? Level 7 Makuhita? Jij bent level? 18. Je kan het checken op de andere Makuhita. Nee, want Bubble hit iedereen. Dat is het hele ding. Oh. Daarom wou ik ook nu voor Bubble gaan. Ja. Want dan is Geodude en Dwebble sowieso dood. Ja. Nu moet ik kiezen. Ik vind een kritje net die Makuhita. Daarom ga ik het niet doen. Deze Dwebble gaat sowieso even dood. Ik kan misschien... Ja, maakt niet zo even uit. Everdied, level 9. Copycat? Oké, hoeft niet. Dat is wel great. Nee. Zag je wat er bijna gebeurde? Je bent bijna de verkeerde Makuhita. Ik had bijna voorspalm weggeklikt voor copycat. Oh, dan was ik echt woest geweest. Als dat was geweest. Sand attacking. Ik vind die Makuhita wel leuk hoor, die blauwe. Ja, die is wel nice. Geodude eerst, want die heeft een rock type. Dus dan ben ik daar in ieder geval vanaf. En dan staan er nog maar 3 op het veld. Dat is natuurlijk altijd gunstiger dan 5. That's the spirit. Oeh, ik mag zo wel healen. Ik ben heel erg benieuwd wie jij gaat krijgen. Ik ook. Makuhita is op zich... Is dat de meest voorkomende hier? Ik denk het wel. Volgens mij, ik heb ook een aantal Zubats tegengekomen. Ja, Zubats is ook wel redelijk, ja. Dus ik denk... Oh, trouwens, dit mogen we gewoon speed-uppen. Oh, ja. Nou, ik ga dat niet doen, trouwens. Dat hebben we vorige aflevering. Nee, dat snap ik dat jij dat niet doet. Alleen ik moet de encounter nog tegenkomen. Ja, klopt. Dat heb je vorige aflevering ook niet gedaan, of wel? Jawel. Voor die andere heb ik dat wel gedaan. Ah, oké.
Toen was ik wel een Smarty Pants. Was je in de McDonald's? Zeker. Oh, er staat iemand voor de deur. Wacht heel even. Ja. Ik vermaak de kijkers wel. Hallo kijkers. Wat spannend. Zal Sander de Shiny Makuhita vangen of niet? We zien dit deze aflevering. Hopelijk. Jawel, dat zien we wel deze aflevering. Zou ik een Shiny vangen? Dat weet ik niet of we deze aflevering gaan tegenkomen. Ik vind het wel een leuke layback serie. Lekker low pace. Ik hou er wel van. Oeh. Geef mij zo'n schijnend Pokémon. Oeh, Dwebbel. Oké, nice. Wel een vette shiny overigens. Ik ben niet een grote Dwebble fan, maar het is wel een vette shiny. Daar kan ik niks over zeggen. Guess who's back? Guess who has found the shiny? Dwebbel! Sorry. Sorry. Maar jij bent de hele tijd aan het haten op Dwebbel. En dan krijg je een Dwebbel. Dat vind ik gewoon... Nee! Longshot! Nee! Oké, dit vind ik niet grappig. Oh, ik had moeten healen. Oké, gelukkig is not very effective. Maar... Ik was zelf ook niet heel erg aan het... slim aan het doen. Maar ik zei net wel, voordat jij kwam, van ik ben niet de grootste fan van Dwebbel, maar ik vind de shiny wel vet. Ja. Dan heb ik wel meteen een replacement. Alleen jammer dat Lasagna geen avatar karakter is. Wie houdt er van... Ja, nee, ze hebben niet echt lasagne in Avatar, hè? Dat is jammer. Moet sowieso een Earthbender zijn. Nice. Ga ik nog een keer healen? Ja, doe maar. Ik heb toch 7 potions. En anders gaan we wel even naar, Petalburg? Hoe heet die Petalburg? Volgens mij heet die gewoon Petalburg. Petalburg of Risborough? Ik denk dat Petalburg dichterbij is hoor. Dat denk ik trouwens ook. Ik kan ook gewoon even naar een andere guy. Een dark type gaan we niet doen, een flying type. Dragon. Oeh, dat gaan we ook niet doen. Fighting type zou kunnen. Ja. Oh, die is ook steel. Fighting is super effective op steel, of niet? Oh, Riolu is nog geen steel type. Of wel? Is Riolu, Riolu is nog geen steel type. Nee. Seizing. Oké, dat scheelt weer. Ik dacht even dat ik een domme play had gemaakt. Bleek dat die domme play iets minder dom was. Eigenlijk was hij gewoon... niet om, maar... Wat ik nu niet weet, is hoe ga ik deze guy verzwakken? Ik kan natuurlijk nu met mijn flying type in, want... En dan kan ik... Absorb is ook weak. Zou ik kunnen proberen, maar dat... Dat vind ik nogal spannend. Sowieso stunspoor. Oh, nou ja, dat werkt. Oeh! Poochie, oh ja, jouw en het gaat ook evoluering. Krijgt niet de tearing, want het gaat evoluering. Wat denk jij? Absorb? Level 7 Makuhita, killt dat. Niet stab? Ik denk het niet, maar ik...
Ik vind het eng. Ja, ik ga het je niet zeggen. Want als ik het je zeg en het gebeurt en je kilt hem straks nog, is straks mijn schuld. Nee, nee, nee. Maar gewoon, denk, wat denk jij? Nee, ik denk het jij niet. Jij denkt van maar... niet, hè? Ik denk namelijk ook van niet. Maar als jij zegt, nee, dat kilt sowieso, dan had ik het namelijk niet Dat was echt een klein hartverzakking. Gelukkig hoe snel die AP-balk omlaag ging. Dus gelukkig deed hij geen recoil move. Ja, poeh. Dat heeft hij niet, toch? Nog niet? Nog smelling niet. Salt. Lekker centering. Yes. Hoezo duurde bij mij het vangen zoveel langer dan bij jou? Nu heb je Jack. Ja, ik liep natuurlijk ook weg. Ja. Ik dacht al, wat de freak. Oh, Steve. Oh, Steve kan nu uit mijn team. Het kan nu echt de Inazuma 11 arc worden van Steve. Gewoon hem helemaal ditchen naar de 3 zinnen die hij gekregen heeft. Ik blijf het gek vinden. Noem je hem Jack? Oh, dat is wel een hele goeie. Weet je wat stom is? Mijn ding had pokerrus en nou, sad. Oké. Dwebbel in de teaming. Je hebt nu niemand meer met pokerrus. Ja, nee, geen levende meer, nee. Oh, wat kut. Nou ja. Ja, in de box kan ook, hè? Ja, dat is waar. Dus misschien dat mijn Whismur nog overneemt. Ja, en dan zou je Whismur laten in je team kunnen doen om pokerrus, nou ja. Te verspreiden. Ja. Ik heb hem Haru genoemd trouwens. Haru. Waarom? Ja, Rock Type. Oké. Okay. Ja, je wil natuurlijk voor een echte goede Rock Type wil je 12 hebben. Ja precies. En misschien wel een Steel Type. Ja, Steel Type. Ja, dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel leuk zijn. Wat zijn jouw gedachten over, hoe heet het, over die Ground Avatar, die serie naar Korra, zeg maar. Nou, ik heb er wel zin in. Ja, same. Ze verwachten wel echt dat het heel, hoe heet het? Futuristic wordt. Ja. Nou, daar heb ik niks op tegen. Ik vind op zich, hoe heet het? Ik vind het op zich niet erg als het een beetje in de Korra-stijl zou blijven, zeg maar. Maar nee, dat is ook onlogisch. Ik zou onlogisch. Het niet erg vinden, maar ik zou het wel... Ik zou dat leuker vinden, maar het is niet logisch. Had weer ik zijn. Nee. Het is gewoon logisch dat de wereld moves on. Even tussendoor. In de remake moet je blijkbaar wel eens de gym leader doen. Dat hoeft in het origineel niet, dat weet ik zeker. Yo, Abra? Nee, die zit normaal ook in deze cave. Die had ik ook wel gewild. Weet je wie welke twee Pokémon nog meer in deze cave normaal zitten? Nou. Aeron. En, ja, en Mawile zeker. Sableye. En Mawile zit ook in deze cave. Mawile had ik wel gegokt, maar Sableye niet. Sabeloog. Wel jammer dat mijn Pokémon die en een flying aanval en een psychic aanval kon nu dood is. Ja. Oké, maar gaan we dan meteen nu de gym battle doen? Ja. Oh, dat vind ik wel crazy. En dit is een fighting, hè? Ja. Oh, dat is super chilling, Rain. Ja, voor jou wel. Want ik heb en een tornado en een Alaskan Boolworm. Oeh, maar ook een psych. Oh, dat is op zich, ja, als ik deze doe, is dat prima. Laura, een hele lieve meid. Ja? Zingen ze. Ik ken haar verder niet. Als ik in haar ogen kijk, dan ben ik de weg heel even kwijt. Oké. Milan gaat vreemd. Nee. Niet confirmed. Oké, nee, zeker niet. Oh, dan moet je helemaal onthouden? What the frick? Ja, je moet er wel een Smarty Pants voor zijn, Sander. Nou was dit niet heel moeilijk.
Ik wil gewoon die trainer eigenlijk niet verslaan, maar dat moet wel. Battle from the Water Tribe! Wow, die ken ik. Hoop ik niet dat de briefjes verstopt worden en zo. Ja, dat doet Bato niet, hè. Dat doet Aang. Hey, dat klopt, dat klopt. Dat is wel in de bijzijn van Bato, dus dat vind ik dan toch een beetje risky. Misschien gaat die Machop dat wel doen. Ja, ik vind Machop wel een beetje het Aang gezicht hebben. Nou. Ja, en die dingen op ze daarboven, dat zijn ze pijlen. Dat zijn ze pijlen. Wij zijn crazy guying, zo een beetje. Ik weet niet welke kant ik moet hebben. Ik ga gewoon links, want volgens mij... Ik voel links meer dan rechts. En aangezien jij het zegt, weet ik het zeker in. Pling, heel pling. Battle from the Water Tribe, doo-da. Dida. Yo, nee, ik heb hem vecht ook tegen Aang. Wow. Jouw Aang battles gaan een stuk sneller dan die van mij, want mijn Mars Stomp kan nog niet zo hele goede aanvallen. Nou ja, dat is sad. Sad in de Confusion, doe eens even normaal, jongen. Hè? Oh. You have failed this city. Ja, wat nu? Moet ik nu wachten? Ja, want de battle doen we in de volgende aflevering. Ah, oké. In dat geval. Oh, blijft hij nu? Oh nee, dan moet ik alsnog dat hele tering end weer lopen. Yup. Setting the moment in. Maar chop chop. Gym leader 3 is de level cap 26. Ook laag. Vind ik. Maar Watson, voor mijn gevoel is Watson niet heel snel. Nee, heel sleetport zit daar nog tussen. Ja, daarom. Dus dat vind ik heel laag eigenlijk. Aan de andere kant, het is natuurlijk exponentieel, hè. Dus in het begin krijg je heel veel van die XP'tjes. Ja. Of levels. Maar op een gegeven moment stabiliseert dat een beetje. Dus dat moet je niet vergeten. Dat de koeien moeten eten. Nou, nu ben jij ook wel hier, hè? Ja, mooi. Ja, dan hebben we volgende keer weer cage match. Ja, zeker. Ik doe heel eventjes wat rare candies nog. Oh, daar ga ik dan ook. Een goede aanval misschien? Nee. Welk level doe je dan? 21? Oh, ja. Wow. Oh, hier ben ik blij mee. Of is dit... Yes! Oké. Okay. Kutter. Oeh. Ja. Absurd. Doei! Ja, dan doe ik ook 21. Oh, Appa heeft een item blijkbaar. Heeft hij pick-up? Dat zou super nice zijn. Ah, dat zou ook kunnen zijn. Dit is wel... Oh! Lekkering! Ik ben heel erg benieuwd. Appa, jip, jip! Huh? Wat? Maar ik ben een robot. Nee, wat is dit nou weer? Ik ben best wel een beetje disappointed. Ik ben blij dat hij bij mij in de box zit. No offense. Knock off? Nee. Ik denk dat ik Linoon straks ga swappen. Voor Explode. Of hoe heet die? Ja, zou ik ook doen. Als ik jou was. Kijk,
Dit is waarom ik hem de Steve Arc geef. Ja, dat snap ik wel. Oké, ik ben zover. Dat is mooi. Dus, wil je zien hoe dit gaat aflopen? Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Adios, amigos.